Mag ik jullie wat vragen? Vandaag moest je voor het eerst een mondkapje op in de trein. Hoe was dat? Ja, het is best wel benauwd omdat het weer natuurlijk wel stijgt. Dus ja, het is niet echt fijn. Ik denk als het wat kouder zou zijn buiten, dat het wel mee zou vallen. Maar het voelt niet prettig. Een beetje benauwd ademen. Maar voelde je je ook veiliger met een mondkapje? Jij hebt vandaag met het openbaar vervoer gereisd en moest zo'n prachtig mondkapje op. Hoe was dat? Ja, het was, het was wel voor het eerst en het voelt toch wel een beetje raar. Maar, ja, normaal kon je altijd zonder een mondkapje. Nu reis je gewoon met mondkapje. En aan één kant vind ik ook veel fijner. Zo, het is niet alleen om corona, maar het gaat ook om andere dingen. En ja, zo houden we toch wel rekening mee met hygiëne. Dat is wel fijn eigenlijk. Dat is ook eigenlijk waar het om gaat. Zelf werk ik ook in de zorg, dus vandaar is het ook niet voor mij iets nieuws. Maar alleen in de trein is het wel iets anders. Maar het gaat toch om voor de gezondheid. Gezondheid staat als eerste. Het is verplicht, dus doe ik het maar. En was het niet warm dan? Nou, het is even wennen. Ja? Maar het is gelukt dus? Ja hoor, prima. En morgen weer? Ja, morgen weer. Hoe was het om vandaag met het openbaar vervoer te reizen en met een mondkapje? Helemaal prima. Ja? Even wennen, want het is best warm om er doorheen te ademen. Maar als je even zit en je bent uitrusten, is niks aan de hand. Dan kreeg je wel genoeg lucht. Ja hoor, ja. Ja, het is net, ja, je moet even wennen dat je iets voor je mond hebt. Morgen weer? Of hoeft u niet zo ver met de trein morgen? Ik hoef niet veel met de trein. Ongeveer één keer in de week. Maar goed, prima. Vrijdag was ik ook met de trein. Toen had ik het alvast geprobeerd, dus het was niet helemaal nieuw. Ja, mooi. In de zorg. En wil mondkapjes op. Maar vandaag voor het eerst is het ook dat we zonder mondkapjes gaan hebben. Dus dat is ook weer even zonde. Dat is voor het eerst. En dat was daar zonder en vandaag in het openbaar vervoer juist met. Ja, dat is anders. Precies. Ja. Ja. Nou, maar je gaat het morgen weer doen? Morgen reis ik niet met de trein. Maar op werk moet ik ook geen mondkapje dus. Dus een dagje zonder mondkapje dus morgen. Ja. Oké, okay. Met het warme weer valt dat misschien ook wel mee. Je voelt wel wat warmte. Gezondheid, hè? Dat gaat.